Ik denk dat zij al potentie in mij zagen. kregen we een schoonmaakbedrijf en die deed het gewoon echt niet goed. Ik ga het dan maar gewoon zelf doen. En toen dacht ik echt van: zo, dat had ik veel eerder moeten doen. Dat is uitgelopen op een groot drama. Stel dat het in één keer misgaat, dan moet ik een buffer hebben. Ik zag daar absoluut potentie in. We hebben het goed, en, uh, maar dat deel ik wel. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op CVD-TV. En als je luistert naar onze podcast, ook van harte welkom. Ze werd uitgeroepen tot de Flevolandse Zakenvrouw van het jaar. En ze won niet alleen de juryprijs vorig jaar, maar ook de uh, Publieksprijs. En ze is mijn gast, Nasima El Bashiri. Nasima, van harte welkom. Dankjewel. Wat zei de jury? Waarom was je de beste uh, Nou, de nou Ik denk dat mijn de... verhaal. Ik denk dat het dat, uh, dat, 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 dat heeft gedaan. En ik heb ook uh, van tevoren. Uh, twee juryleden op bezoek gehad. Maar oh, die heb je omgekocht. Die heb ik omgekocht. <laughs> Zo doen we dat. Nee, nee, sorry. Maar die <laughs> nee, zijn op bezoek ja. geweest. En? Ja, en, en, en ja, dus die kwamen ook echt wel een kijkje nemen. Ja. Uh, nou ja, even in mijn zakelijke wereld. Dus uh, ja, ik denk dat dat stukje en mijn verhaal gewoon het deed, denk ik. Nou, dat gaan we hier optekenen. Uh, want uh, je hebt een schoonmaakbedrijf. Ja. En het is echt wel het clichéverhaal van, van, zeg maar, van heel klein naar zeg maar, best wel heel groot. Hè? Ja. Want hoe, hoe is het begonnen? Wat, 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 ja, hoe ben je erin gerold? Nou, het is, ik, ik wilde altijd al uh, vanaf klein zijn aan iets beginnen, ondernemer worden, ja. maar wat wist ik gewoon niet. En dus. waarom wilde je dat? Nou, ik wilde heel erg uh, graag um, zelfstandig zijn. Niet afhankelijk zijn van, uh, van een werkgever. En het had eigenlijk te maken, en dat verhaal stelde ik dus ook op het podium bij Flevolandse Zaakvrouw. Had eigenlijk te maken met mijn vader. Uh, die kwam, nou ja, uh, 50 jaar geleden naar Nederland. Ik kwam hier in Bussum uh, bij Bensdorp te werken. Marokkaans, hè? Marokkaans, ja. ja, ja. Was hij de eerste in Bussum of niet? Ja een, ja, een van de eerste. Ja. Ja, ja, 50 jaar geleden, een van de eerste. Dus ik kwam hier bij de chocoladefabriek terecht uh, ja. in Benstorp. Maar ja, hij sprak de taal niet. Uh, dus ja dat zie je eigenlijk, um, op een gegeven moment uh, kwam mijn moeder naar Nederland, ik ben hier toen geboren. Um, en ja, vier, vijfjarig meisje begon ik me toch wel begon me op te vallen hoe mijn vader zich uh, voelde. Hm. En ja, vaak gekwetst. En um, ja toch een gevoel van. Misbruikt worden omdat je de taal niet spreekt en je bent gewoon, uh, nou ja, uh, je moet gewoon doen en niet denken. En, en dat viel mij al heel jong op en dat, en dat was altijd, ik vond het altijd heel verdrietig om te zien. Wat deed hij bij, wat was zijn functie zeg maar? Was het, ja, gewoon fabrieksarbeider, dus ja. zakken cacao tillen ja. en uh, en dat ging dan van twee, uh, drie naar vijf, zes want er was dan personeelstekort en ja, rug natuurlijk. En mijn vader was ook nog longpatiënt, dus. Je, ja. Klaagde hij daarover? Of sprak hij daarover toen hij, als hij thuis ja. was? Ja, mijn, uh, mijn vader sprak voornamelijk met mijn moeder dan. En ik was altijd, uh, mijn oor zat altijd bij die gesprekjes. Was jij de enige het enige kind of waren? Er meer? Nee, nee, nee. We, met uh, drie broers en twee zussen. Of een zusje en een zus. Dus we waren met zes kinderen. Uh, maar ik was wel het kind dat altijd betrokken was bij de ouders. Dus ik was al, ik wil al, al alles weten. Was je jongste, middelste oudste? Uh, middelste. Ja. En, uh, en ik was ja, bij alles betrokken, dus echt uh, administratie. Ik vond het heel interessant om daar. Okay. Dus ik ben wel het, het betrokkenste uh, ja. gezinslid. Zeg maar. maar. Ben je wel braaf naar school gegaan eerst? Wat je bent gaan ondernemen? Of, uh, ja, ja, ik ben heel braaf naar school gegaan. Ja? Ja, ja. Was je braaf puber ook? Ik was een hele braaf puber. Was dat dan compensatiegedrag? Omdat je ouders misschien best wel lastig dat hadden? Dat denk ik, yes. ja. Dat denk ik. Nou, ik ben over het algemeen ben ik wel rustig van aard en. Um, maar dat, dat zou best kunnen, uh. denk ik. Ja. En waar ben je na middelbare school ook echt gaan studeren of zo nog? Of ben je toen al gaan ondernemen? Uh, naar de middelbare school uh, ben ik naar het MBO gegaan. Uh. Uh, ik liep op een gegeven moment stage, ook hier in Bussum, uh, op de Albrechtlaan. Uh, een heel leuk bedrijf um, voor school. En toen uh, werd mij een baan aangeboden van, nou dit ga je verdienen, wil je hier blijven werken? Uh. Als 19-jarige verdiende ik echt ontzettend veel geld. Dat was 3500 gulden. Dat is, en dan mocht ik dan uh, vier dagen werken en dan één dag naar school. Dus dat heb ik gedaan. Waarom, waarom kreeg je zo dik betaald dan? Uh, ik denk dat zij al potentie in mij zagen. Je <laughs> ja. dacht, ik pik in die handel. Ja, dat, dat is echt oh. zo. En uh, op een gegeven moment werd ik dus uh, secretaresse van, uh, um, ja, van toen mijn baas. En ik heb van die man zoveel geleerd... Dat ik op een gegeven moment, ik was nog de ambitie om HBO te doen. Ik heb het nog wel geprobeerd, uh, commerciële economie, om dat te gaan doen. Maar ja. uiteindelijk uh, voelde ik me daar als een vis in het water. En zo heb ik eigenlijk uh, van toen uh, de werkgever echt over de schouders mee kunnen kijken hoe hij was. Hij was een ondernemer. Hij was, zo... ah, was het een schoonmaakbedrijf of een ander? Nee, bedrijf? het was geen schoonmaakbedrijf. Okay. Nee, nee, het was uh, een spaarbeleg toen. Hoe ben je in die schoonmaakbranche terecht gekomen? Ja, gewoon? nou dat was eigenlijk, op een gegeven moment uh, gingen we verhuizen, toen kregen we een schoonmaakbedrijf. En die deed het gewoon echt niet goed, het was, want ik was daar verantwoordelijk voor. Ja, ja. En dat ging van kwaad tot erger, en toen dacht ik echt, naar, nou, hoe moeilijk is het? <laughs> of, om dit kantoorvertoenlijk schoonmaakbedrijf. Ja, hoe daar. moeilijk moet dat zijn? Ja. En um, nou ja, toen dacht ik van, weet je wat, ik ga het dan maar gewoon zelf doen. Dat was echt gewoon eigenwijs iets van mezelf. En was, waren zij ook je eerste klant? Ja, dus ja, toen. Dat, die, dat hoor je vaak. Ja, ja dus, nou, een een als ja, 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 dus Maar mijn... toen ben je met een paar plastic emmers gekocht ja, en een sopje. Toen en... heb ik met mijn werkgever toegesproken. Ik zei: nou, Weet je, ik ben hier helemaal klaar mee. Ik ga het zelf doen. Want dan doe ik het goed. En ik ben een perfectionist, dus ik doe het dan goed. En dat, nou, daar stond hij achter en dat heb ik toen gedaan. Um, mijn man werkte inmiddels in de bouw. En weet ik ook allemaal ellende. Ik zag een beetje de, de, het verleden, zag ik. Want mijn man uh, was. 21 toen hij naar Nederland kwam, ook Marokkaans? Ook Marokkaans. Uh, was de taal niet goed machtig, was wel gewoon hoog opgeleid, maar ja, dan moet je onder aan de ladder beginnen. Ja, ja. Dus ik zag eigenlijk uh, het verleden zich herhalen in mijn man. Dus wat mijn vader meemaakte. En op een gegeven moment heb ik hem erbij betrokken en ik heb gezegd van, weet je wat, we gaan dit samen doen. Stond er stond hij niet echt achter. Maar, <laughs> <laughs> dus toen uh, overdag uh, werken en uh, gewoon als secretaresse dan. Maar oh, je, dan je was... deed erbij in het begin. Ja, ik deed er gewoon bij en dan ging je s'avonds avonds je ik je uh, het waar je die dag had gewerkt schoon. S, in s uh, ging ik met mijn gimp aan uh, haar in een knot en dan ging ik schoonmaken. Maar in je eentje gewoon. Eerst in, het begin. in mijn eentje, eerst in mijn gewoon eentje. Gewoon eenmaal staan ingeschreven in de KVK. Ja, ingeschreven in de KVK. En beginnen. En dan beginnen. En toen mijn man erbij betrokken en toen op een gegeven moment ik de, want uh, wij huurden een pand hier op de Eslaan. Uh, en de buren, de bovenburen, ja, er waren huurders. Die heb ik gewoon even gevraagd. Nou, die wilden ook wel meedoen. En dus zo op een gegeven moment houden die het Ja. Op. En toen, uh, wanneer heb je je eerste personeelslid aangenomen, los van je man? Ja, heel snel. Ja, <laughs> ja, heel snel. We zijn in juni 2000 begonnen. En op een gegeven moment in oktober, november was mijn man fulltime aan het werk en ja? ik dan nog de avonden meedoen. En toen in januari uh, hadden we de eerste uh, twee, uh, twee mensen meteen aan moeten nemen. Omdat mijn man op een gegeven moment. Ik werkte dag en nacht. Hij werkte dag en nacht. Dat en wat was de rolverdeling? De... Hij, was, was hij het... deed echt het, 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 het doenwerk, zeg maar. Ja. Dus uh, echt op de vloer. En uh, ik uh, alles eromheen. Dus het uitbreiden, klanten erbij. Uh, facturen. Um, ja, ja. Dat het hele sales traject. Dus je liep meteen je, je, je man die ging gewoon uh, met, uh, met Swabber en. Emmer, ja. Uh, uppakee, ja, schoonmaken. Ja. Dus, uh, en en vond je dat eng? Heb je toen s'avonds zo dat je met z'n tweeën zit van shit, we moeten mensen gaan aannemen, nou wordt het een echt bedrijf of ging dat nee, vanzelf? Het ging vanzelf. Ja? ja, het ging vanzelf. Op een gegeven moment was het gewoon heel ongezond. Want ik werkte natuurlijk vier dagen in de week en dan uh, om vijf uur reed je dan weg. En dan om zes uur stond je weer ja. schoon te maken tot een uur of tien, half elf. Maar je had ook kunnen zeggen, ik geef mijn eigen baan op. En dan, ja, dat dan heb, heb we ik later meer, gedaan. Heb je, maar je hebt ja. eerst personeel aangenomen? Ja. Te, omdat je dan toch nog eens een soort baanzekerheid had. Ja, die ik had uh, op een gegeven moment, want ik ben bij die werkgever weggegaan. Ik heb toen bij een uh, grote leasemaatschappij ben ik gaan werken. Daar ik ook directieactresse. En ja, je kreeg ook meteen een vast contract, dus dat was echt vastigheid. Ik durfde dat gewoon niet op te geven. Dus aan de ene voor. kant het ondernemersbloed. Maar tegelijkertijd ook de drang naar zekerheid. Ja. Dus vond je, dat, vond je het enger om je baan uiteindelijk op te zeggen dan? Ja, maar ja, ik vond het eng. Want je, je hebt uh, nou, net ons eerste huis gekocht, je ja. een bibliotheek. En, en dat was een stukje vastigheid. En ik had op een gegeven moment het idee van, nou ja, uh, dat blijft. En totdat ik denk van, oké, okay, nu kan ik het gewoon echt niet meer aan. Nu wordt het gewoon te veel. Ja, ja dan ga ik dat afbouwen. Dus dan, en wanneer was dat? dat, je, dat nou, je dat je was eigenlijk toen ik een of... kind, uh, kind kreeg. Dus 2001, ja. ja. In april kreeg ik een kind erbij. En op een gegeven moment zat ik en op school. Dus want ik bleef nog door. Uh, leren. En ik werkte en ik had een kind. En ik was dus in de avonduren ook nog bezig. En toen dacht je, ik moet keuzes maken. Toen dacht ik, ik moet keuzes maken. En toen ja. heb je je baantje gestopt. Ja. En toen was het dus vol in de diepe alleen maar ja. ondernemen. En dan moest je met je omzet en alles, moest je het gaan redden. Ja, maar dat, dat kon ik al redden. Want ja, ja, ja. ik kon heel makkelijk mijn salaris al uit het bedrijf halen. Ja. Alleen gewoon die, die, die durven iets loslaten vond ik eng. En uh, op een gegeven moment was dat, dat loslaten. En het ging eigenlijk zonder dat ik het door had, ging dat gewoon... Ja. Verder. En uh, ik zag een filmpje van vorig jaar. Want we spreken juni 2019 volgens mij dat je zaak van het jaar werd. En toen zat de interview, die had het over 125 man. Ja. Dat was vorig jaar. Ja. En dat heb je dus in de jaren 15 of zo opgebouwd. Ja, nou ik was, in, in, dat moet ik eerlijk zeggen, eerst, um, want we zijn bestaan nu al 20 jaar, dus dat was 19 jaar. Ja. Eerst um, 16, 17 jaar was ik totaal niet bezig met groei of iets. Of dat ging gewoon en je was gewoon bezig. En eigenlijk het laatste drie jaar dat je op een gegeven moment verder ging kijken van, dacht, hé, hey, eigenlijk wil ik die als klant. Dat is een heel groot bedrijf. En die wil ik als klant. Wat moet ik daarvoor doen? Ik moet gecertificeerd zijn. Ik moet een bepaalde omzet hebben. Ja, en dan heb je een, een doel een om ook te groeien en ja. een plan. En dan, ja, dan ga je op een gegeven moment uh, doelen stellen en plannen maken. En dan uh, groeien maar is de groei zeg maar vanaf 2000 heel gestaan is het gewoon elk jaar een ja. paar mensen erbij zo ja. en van, zijn de, en en zijn er zijn er als ondernemer hè, zijn er dan een soort van plateaus dat je want ik kan me voorstellen dat je kan wel zeggen van ik groei van twee mensen naar 125 maar dat gaat vast niet gelijkmatig nee. zo zijn er nee. dan een soort van momenten ja. je denkt van dat waren ja. omslagpunten of ja en op een gegeven moment eigenlijk met tientallen bij ons was het echt van op 30 en dan 40 en dan uh, nou ja 60 en dan 80. Maar dan moet je managers erin hebben alles. Ja, en alles. Uh, ja, dus op een gegeven moment ben je op een grens en dan denk je van en dan en dan moet je dan moet je op een gegeven moment keuzes maken. Yeah. En dat is best moeilijk want je doet het al jaren op een bepaalde manier mm -hmm. en je doet heel veel zelf en ik was ik, ik vond het heel moeilijk om dingen los te laten. Ik wilde eigenlijk alles zelf doen. Kan het zelf dat, het beste. Je kan het zelf het beste. <laughs> en, uh, en 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 ja, dus op een gegeven moment kom je op een grens en dan denk je van oh ja. Oh ja, nu moet ik echt wel denken aan een manager erbij. En ja, als ik die dan, ja, die kan dat natuurlijk niet eens eentje, want wat ik doe, dat zou die nooit kunnen. Dus eigenlijk moet ik er twee erbij, want dan verdeel ik het land door tweeën. En ja, dus op een gegeven moment dan. Uh en hoe leer je dat dan? Ik bedoel, want je, bedoel, je hebt geen uh, ondernemersvakschool of zo, die nee. bestaat niet. Nee. Uh, en, en, maar de, hoe, want, op waar baseerde jij je beslissing op? Gewoon gut feeling of, of ging ja. je online zoeken naar kennis? Nee, of? nee helemaal niet. Echt gewoon gevoel. Je um, Moet je voorstellen, ik ben nu um, heel veel mensen om mij heen zijn ondernemers. Ja. En uh, mijn, al mijn vriendinnen die ik nu heb, die waren geen ondernemers. Ze zijn allemaal ondernemers geworden. Nou, het is op een, nou ja, bijna twee handen te tellen. Maar, ja. um, en dat is heel mooi om te zien. Maar toen ik begon, had ik niemand die ondernemer was of mij dingen kon vertellen. Helemaal niet. Ik kende echt geen ondernemers. Ik was ook de enige in mijn. Um, nou ja, in, in mijn kring. Hmm. Ik had geen buren. Die, helemaal niet. Ze alles zelf uitgevonden. Alles zelf uitgevonden. En, um, dus op een gegeven moment ben je op gevoel. Ben je gaan ondernemen? En dat heb ik nog steeds trouwens hoor. Ik doe heel veel dingen op gevoel. En wat zijn je belangrijke lessen dan? Als je kijkt naar die, zeg maar, die 15 jaar tot vorig jaar. Wat zijn dan de belangrijkste voor het, zeg maar, ondernemers die nu zitten te kijken naar een begin staan? En die denken. Wow, dat zou ik nou willen, over tien jaar of zo dat ik met 100 man zit of zo. Wat, is, wat zijn de belangrijke lessen? Of wat zijn de dingen die ze vooral niet moeten doen of wel moeten doen? Nou, ik denk dat je eerst echt, en dat is echt het allerbelangrijkste plezier moet hebben in wat je doet. Hm. Want als je plezier hebt, dan eh, dat is zo gezond. Je kan daar, ja, maar je kan echt. Uh, dat hoeft mij niet uit te leggen. Ja, nee, <laughs> precies. Ja, ja. Maar je kan ja. dan uh, verder bouwen op. op uh, en, en als je. Um, kijk, ik, ik ben in de schoonmaak gerold. Het was nou niet dat ik het schoonmaak zelf fantastisch vond. Hm. Helemaal niet. Maar ik merkte wel dat ik het plezier in het ondernemen had. Een nieuwe klant binnenhalen. Uh, groeien. Uh, tenminste, het was niet mijn idee om heel groot te worden of zo, maar wel dat je steeds zag: van oh ja, hé, hey, leuk. Uh, of die, die klant wil ik, oh ja, die haal ik dan binnen. Weet je, en, en dat, en, en dus dat stukje plezier, um, dat is gewoon echt het allerbelangrijkste. Ja, want jij zei door het plezier en het enthousiasme gebeuren er gewoon dingen. Gebeurde dan gaat het rollen dingen. en dan gaat het ontwikkelen. Gebeuren er dingen, inderdaad. En wat vaker achterom kijken, dat heb ik nooit gedaan. Dat heb ik echt voor het eerst vorig jaar moeten gedaan moeten doen ook, met Flevolandse Zakenvrouw. Want één, ik stond er echt niet op te wachten... op Flevolandse Zakenvrouw. Ik, ik wilde er niet eens aan meedoen. Um, het is dat ik opgegeven was en ook wat medewerkers... dat ik dacht, oké, okay, voor jullie doe ik het dan maar. Mm -hmm. Maar echt ook vaak dat ik dacht... nee, ik trek hem terug, ik wil het niet. Oh, nee. um, dus, Maar dan... het is wel heel leuk, want op een gegeven moment moest ik gaan nadenken over het ondernemerschap en wat ik dan had gedaan. En ik had gezegd, dus, ja, ik ben gewoon ondernemer. En ja. ik de ging mensen gingen jou vragen stellen. Over en, het, en, en, en mensen waarom. gingen mij vragen stellen van hoe zo dan ah, en waarom ja. en waar kwam dat vandaan en en hoe ben je dan hier terechtgekomen? En dan ga je achterom kijken. En toen dacht ik echt van zo, dat had ik veel eerder moeten doen. Ik had veel eerder achterom moeten gaan kijken hm. om, om te leren. Om te leren. En om, om te bespiegelen, want, want op zich, want je doet er heel lakennico over, maar een bedrijf bouwen met meer dan 100 man, dat is best knap. Ja, ja. Dus. Ja. Ja, en dan heb ik wel mijn lieve man naast me, die waar ik echt mijn spanningspartner. Is dat belangrijk? Eh, ja, dat je iemand naast je hebt die, eh, die wel eens met je mee kan denken. Dat is heel belangrijk. Het is er niet zo dat, dat ik. Het is wel grappig, want als ik dan iets aan hem. Ik twijfel over iets en dan vroeg ik het aan hem en dan zei hij iets heel anders en dacht ik: maar nou, dit wil ik aan hem niet horen. En dan denk ik denk toch dat ik, ik dan. En het pakt het is altijd wel goed uitgepakt, maar toch even. Even een, een spanningspartner ja, en hij zegt de waarheid, waarschijnlijk ook. Hij, ja, hij praat je niet de naar je man. waarheid. Hey, en is zijn uh, rol veranderd in de loop der jaren de in binnen het bedrijf? De rollen veranderen. de, de rol van hem? Van je, van ja, ja, je, van ja, 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 ja. Ja, hij, um, uh, wat ik net zei, hè, je hebt bepaalde grenzen en je zag dat hij die grenzen, um, ja, dat was voor hem te veel. Dat 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 is niet, daar kon hij niet zo goed mee omgaan mm -hmm. en ik wel. Uh, Oké, okay, nu zijn we hier. Oké. Okay. Wat gaan we nu doen? Hoe gaan we verder? En op een gegeven moment zag je hem echt zo van: nou ja, we waren veel dingen niet eens. En toen dacht ik: van, nee, weet je, uh, ja, je hoeft niet mee te gaan. Um, doe wat jij leuk vindt. Ja. Kijk om je heen. Ga kijken wat jij leuk vindt. Want ja, ja, ja. Uh, het is wel biflex cleaning, het is het schoonmaken. En, uh, maar ik ga dit bedrijf gezonder maken, groter maken. En daar heb ik bepaalde ideeën voor. En dat ga ik ook uitvoeren. Aha, dus hij is eruit. Nou ja, soort van. Hij zegt dat Ik ben met pensioen. Maar het is ook wel waardevol wat je nu zegt. Dat je inderdaad niet voor de goede, lieve vrede. maar hem erin houdt. En dat hij in feite jouw ambities en koers misschien wel. Ik wil niet zeggen afremt. Het is niet ten nadele van hem. Maar op je het had je van: Ik wil gewoon door. En dat vindt hij prima. Ja, Precies, snap ik. Want hij ziet: Hij wil geen blok aan je been. Nee, hij ziet dat het goed gaat. Dus hij vindt het allemaal prima. Want wij zijn heel lang met z'n tweeën. Ik heb natuurlijk heel lang hier gestaan en hij naast mij, mm. maar hij in het uitvoeren mm. en ik in, in het denken en het doen en hoe gaan we verder. En, en op een gegeven moment uh, dan, um, nou ja, dan komt er komt iemand bij, hè, dus niet, niet op de vloer, uh, dus het schoonmaak zelf, maar op kantoor, er komt een binnendienstmedewerker, er komt een planner bij. Ja, en daar moet je mee communiceren. En dat was dus die grens en daar had hij moeite mee. Ja. Hij bleef met, maar met mij communiceren ja, 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 ja. en dat werkt niet. Nee. Dus, uh, ja. en daarom zijn we ook, nou ja, we zijn natuurlijk met veel meer dingen bezig dan alleen. Uh, ja, want zo. je bent, uh, wel, het is nu 2020, dus ja. een jaar later, nou bijna anderhalf jaar later. Ja. Het was me een jaartje, kun we wel zeggen. Was mijn <laughs> het was me een <mijn> jaartje. <laughs> het was me een <mijn> jaartje. <laughs> was jaartje. Uh, hoe, hoe was dat jaartje voor Biflex? Biflex heet het, hè? Ja. Biflex, is het Biflex of B-flex? B-flex, B-flex. Oké, okay. oh, B-flex. Ja, B-flex. Ah, B-flex, clean. <laughs> uh, hoe was jouw jaar? Dit jaar doe je toch? Ja. Of, uh, mooie kronenjaar. Ja. Heel uitdagend. Uh, en ik denk voor iedereen. Uh, toen we natuurlijk met z'n allen te maken hadden met uh, hè, het eerste corona en nou, ik noem het coronacrisis. Um, wij zitten voor 60% in de horeca en hotelerie als bedrijf. Dus je moet je voorstellen ja. wat voor impact het bij ons heeft gehad. 16 maart, toen op een gegeven moment alle horeca en hotels en zo moesten sluiten. Nou, dat was echt niet normaal. Dat was één. Uh, een Hele grote um, ja, um, stomp qua um, nou ja, psychisch, uh, ja. zakelijk, in alle opzichten. Ik zei alsof we met 140 km per uur in de muur aanrijden Vreselijk. En dat, dat had iedereen, ja. denk ik, in Nederland, ja. in de wereld waarschijnlijk. Um, het bedrijf stond letterlijk, dat is echt waar, in die week 100% stil. Gewoon echt boem, stil. Want niet alleen de Horeca en Hotels uh, gingen sluiten, maar alle kantoren die we deden, iedereen die uh, in die week in die paar dagen kreeg een berichtje telefoontje van we gaan nu sluiten we gaan dicht we gaan thuiswerken dus 100% stond stil en ik weet nog dat ik echt nou ja voor me uit zat te staren en een beetje mezelf heb afgesloten van oké okay, hoe ga ik dit doen? Ja, want hoeveel mensen had je op dat moment in ja, dienst? Ja, 130 120, plus nog onderaannemers en ZZP'ers. Hm. Hoe gaan we in godsnaam dit doen? Ja. Dus uh, nou ja, dat was even in een ik zat in een roes een aantal dagen. En toen was het dus wakker worden. Een plan maken. Uh, op een gegeven moment heb ik de horeca, eigenlijk alle horeca gelegenheden, bijna zelf met wel met collega's, maar ben zelf ook in de telefoon We hebben iedereen gebeld. Van nou ja, we gaan een aantal weken dicht. Heel mooi moment om het periodieke werk te doen. Ja. De plafonds, de kanalen, um, de vloeren. Want nu is het stil. Nu kunnen wij overal bij. Dus dat hebben we opgepakt. En dat was een succes. Dat Vanzin. hebben we eens in die twee weken gedaan. Ja. Maar ja, en dan? Ja. Dan ben je klaar? En toen? <laughs> en dan was het weer. En dan was het gewoon weer stil. Ja. Dus uh, op een gegeven moment dan? Ja. Oké, okay, wat gaan we nu doen? Ja. En dan ga je allemaal dingen verzinnen. Uh, en, en, en met de tijd mee. Hè. op een gegeven moment gingen we in. Uh, um, heb ik mondkapjes uit China gehaald. Uh, dat was op zich wel oké. Okay. Uh, desinfectiemiddelen zijn, maar dat was echt goud waard. Uh, uh, desinfectiepompen en dingen. Dus je gaat op een gegeven moment allerlei uh, creatief zijn. Zij maar ja, ja, ja. maar, maar behoorlijk... werkte dat? Uh, het werkte wel. Maar ik zeggen, heb je mensen allemaal kunnen aanhouden? Of heb we je hebben moeten... iedereen kunnen aanhouden, behalve, en dat is wel heel jammer, behalve de ZZP's onderaannemers die we werkten, ja, die ja. waren het eerste waar we hebben gezegd ja, maar, van sorry ja, dat is niet jouw verantwoordelijkheid ja. ook nee nee hoe cru ook nee dus um, maar je hebt al je vaste mensen heb je kunnen houden ja 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 ik, nou jij ja, is ook het... ook soort van wel maar ja. je moet <laughs> moeten interen op wat potjes links ja. en rechts ja en en dat is het geluk uh, wat wij hebben um, ik ben altijd al uh, mijn hoofd zit altijd van oké okay, stel dat het in één keer misgaat dat moet ik een buffer hebben. Ja, ik heb dat en, ook. Ja, dat en waar. dat is wel. Die heeft jou gered? Dat, dat, dat. Daarom zijn we hier nog. En wij, wij redden het ook wel, echt wel. Ja, ja. Maar dat is door een goede buffer te hebben. Ja, hebben we, hebben we dat kunnen overleven en zijn we nog aan het overleven. En die buffer is gewoon in plat Nederlands gewoon liquide. Het is gewoon liquide. Dus gewoon, liquide gewoon, 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 cash, een, gewoon Een rekening met geld. Gewoon een rekening met geld. Ja. Anders dan, dan ja. hadden we het niet hadden we het echt. Heb jij, niet veel actie, heb jij heel actief gebruik gemaakt van alle nauw en alle regelingen? Uh, de nauw wel, Ja, 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 ja. de nou wel. Um, en ja, eigenlijk andere regelingen. Ja, je hebt, ik ben even de naam Ja, gebruik. ik ben die naam ook allemaal niet. Maar je maar hebt wel wat dus, gebruikt ja, van. Alleen de nauw eigenlijk. En dan die vaste lasten waar we in de eerste instantie niet voor in aanmerking kwamen. Uh, alleen hoor ik er wel. Maar ja, we zijn natuurlijk. Uh, dus dat heeft dan uh, de account uitgezet. Daar hebben we dan ook. Uh, dat is echt recent. Dat is twee weken geleden, geloof ik, uh, ingediend. Dus, maar de nou hebben wij. Uh, hey, en uh, ondertussen ben je ook nog maar eens een bedrijf gaan opkopen. Ja. Dat, liep dat al voor de coronacrisis? Ja. Nee, 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 nee. Nee. Of, in of, corona heb ik heel, ben ik heel creatief geweest. Je bent alles. gewoon als een aasgiertje bij je gaan. Nou ja, van... we hebben in eerste instantie bij hebben we, we waar we met een faillissement bezig van een schoonma groot schoonmaakbedrijf. Ja. Nou dat is uh, uitgelopen op een groot drama. Ja. Um, dus daar gelukkig hebben we dat niet door uh, hoeven zetten. Um, maar ik ben altijd wel omheen aan het kijken. En op een gegeven moment uh, nou, kwam uh, een timmerfabriek uh, op ons pad. Een <laughs> ja, dat is wel heel anders. ja, dat is iets heel anders. Um, maar nogmaals, ik ben ondernemer. Ja, ja, dus ik zie, uh, en op een gegeven moment dan, uh, uh, de timmerfabriek uh, bestond al jaren in Almere, is failliet gegaan. Um, ik heb even, de, of even ik heb de cijfers in mogen zien. Ik heb um, ja, met de bestuurders heb ik gezeten. En ik zag daar absoluut potentie in. En uh, die uitdaging. Uh, dus die heb je overgenomen. overgenomen. Gewoon de volle 100%, flats. Wat gaan we dat in bedrijf doen dan? Nou, we zijn. Uh, we hebben volgende week gaan we productie starten. Want er is, dat was een hele grote uitdaging. Ik denk dat dus ik had het gewoon allemaal op moeten nemen. Uh, want je koopt een faillissement. Uh, maar dan op een gegeven moment hoor je van de verhuurder: Ja, maar jullie moeten wel het pand uit. Ja. En uh, dat is een fabriek. Dat zijn machines. Dat, dat zijn. Tonden wegen die en uh, vind maar ergens anders even in 2020, ik wist niet eens dat dat zo uh, dat het schaars was, maar een bedrijfspand van uh, 2.000, 3.000 vierkante meter, die waren er eigenlijk helemaal niet eens. Uh. Ik dacht echt, hoe dan? Almere, Flevoland, nou ja, het blijkt ook door met de crisis te maken, want heel veel bedrijven stonden stil, dus die gingen hun spullen opslaan, dus die wilden, de, wilden bedrijfspanden huren. Oké. Okay. Dus daar schaarste nu. Dus dat was schaars. Nou ja, uh, uiteindelijk hebben we een ontzettend mooi, eigenlijk een droompand waar ik niet eens naar keek. Want dat was één, huur was hoog. En twee, het zat op een plek dat ik dacht, dat, dat gaat gewoon nooit. Uh, maar ja, dat was dus voorbestemd voor ons. Waar oh. zitten we nu? Alles verhuisd. Helemaal uh, ready to go. En we gaan volgende week uh, beginnen met ons eerste project. En dat is een uh, houten uh, skeletbouw zo'n is een woning ja, voor. Dat is, uh, uh, helemaal hippen de pip. Ja, voor een gezin die uh, de dupe was van het faillissement. En Het tweede faillissement, want ze hadden eerder is een trend uh, hè de klep, ja, nou, ook ja. qua duurzaamheid en ja, duurzaamheid Maar, maar duurzaamheid. dat is een heel ander métier dan schoot. het is niet. Ik dacht dat je in eerste instantie dat je een schoonmaakbedrijf erbij had gekocht, maar dit is echt een heel ander ja. soort bedrijf. Ja. Maar dat doe je ook gewoon op je guts feeling. Dat doe ik ook gewoon. Oh, je guts feeling. Ja. Ja, het is, hm. het is het is heel bijzonder. Ik heb ontzettend veel geleerd in de afgelopen tijd. Ja. Uh, maar het is of het is het ondernemen hè. Ik Kijk vanaf boven mee. Ja. Uh, dus ja het, 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 het eigenlijk een beetje hetzelfde spelletje en hoeveel mensen zitten erin er zitten nu drie mensen in oké okay, dus, ja. dus ik heb we hebben niet alle mensen overgenomen want ja nee. we moeten natuurlijk weer opstarten en zo maar er zitten nu nog drie, uh, drie leeft jouw vader in. nog ja en wat vindt hij van jou ja ze zijn heel trots ja en je moeder de moeder is er ook nog ook ja 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 en als ik nou bij als ik hun nou hier in de bank zou zetten en ik zou vragen beschrijf nou je dochter is hoe zou jouw ja. vader dat dan doen ja ze ja en je moeder dat ik ik, ik vind het heel moeilijk om dat te zeggen, want dan moet ik over mezelf praten, dat is ja. natuurlijk moeilijk. Um, maar hoe ik, hoe ik want ik was gisteravond nog uh, bij, ik ben regelmatig bij ze. Ja. Maar en dan altijd krijg ik toch uh, van, ja, op zijn Marokkaans dan zegt ze het op een andere manier, maar ja. dat betekent eigenlijk gewoon dat ze trots zijn, Ja, heel sterk, sterk, sterke vrouw, trots. Uh, en ze vinden het geweldig en gaaf. Soms snappen ze niet wat ik allemaal doe, nee, want ze vinden <laughs> het En uh, want inderdaad, hetzelfde, hey, je, hebt een bruidse zaak en dan heb je een timmerfabriek en dan heb je ook nog schoonmaken. En een heb je ook? Ja, heb ik ook nog. Ja, 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 ja is het ook in de hey, En de uh, last, but not least, uh, er zijn veel jonge ondernemers die kijken. En Tegenwoordig vinden jonge ondernemers die vinden ook geld belangrijk en zo, en Dan ga ik je niet naar je bankrekening vragen, maar word je er ook een beetje rijk van, zeg ja. maar. Nou ja, ik mag, wij mogen niet klagen. Wij wonen heel mooi en, uh, en we hebben het goed. En, uh, maar dat deel ik wel. Dus ik ben wel van het delen. En, uh, en ik weet namelijk, ik ben zelf uh, natuurlijk. Uh, um, ik kom uit een gezin waar mijn vader alleen werkt als gast, of als, als fabrieksarbeider. Ja. We hebben echt elke dubbeltje 60 nou ja, keer om moeten draaien. Mm -hmm. um, ik, dus ik, ik, heb, nou, ik heb de bodem wel een beetje gezien. En ja mijn kinderen hebben een heel ander leven hmm. en ik probeer en ik, ik dagelijks dan ja praat ik natuurlijk ook over vroeger hè, en dan hebben ze het zo, dan denk ik wel eens, ja weet je jammer dat je dat niet hebt kunnen zien en daarom ja. neem ik ze wel altijd mee um, nou ja, naar naar uh, nou ja, we komen natuurlijk uit Marokko dus daar heb je heel veel krotte wijken arme gezinnen ja. om daar te gaan helpen ja ik vind het een prachtig verhaal en uh, ja. mag ik je danken voor het ja, delen ja, daarvan. De Jij ook, dank je wel. En uh, dank je wel voor het kijken naar uh, weer een prachtig ondernemersverhaal hier op CWD TV. Als je hebt zitten luisteren naar de podcast, dank je wel voor het luisteren. En wil je meer zien of horen, abonneer je dan op een van onze kanalen. Voor nu, dank je wel voor het kijken. Hoi!